So I want to talk to you today about the future. And that's why so many are calling for a great reset. I see the need for a great reset. We will have not less, we will have more globalization. In the coming decades, AI and biotechnology will give us godlike ability. Iedereen weer hartelijk welkom. Fijn dat u weer kijkt naar deze nieuwe aflevering van Het Gesprek. Vandaag heb ik te gast David-Jan Groot. David-Jan is een jonge oude bekende van me. Die ik al in Andijk ontmoette tot in het jaar begon met voorganger zijn. En aan de tafel van zijn ouders heb ik dikwijls mee mogen eten. En we hebben ook diverse interessante gesprekken gevoerd. David-Jan is zeer geïnteresseerd in bijbelkennis en in het profetisch woord. Daar zullen we ook zeker over spreken. En in het dagelijks leven is hij pianoleraar. Ik weet niet of we daar nog over te spreken komen, maar we zien wel welke kant het gesprek uitgaat. David-Jan, hartelijk welkom bij deze aflevering van Het Gesprek. Ja, dank je. Eigenlijk was ons hernieuwde contact bestond. Je bent een beetje uit mijn beeld verdwenen doordat je naar het verre Zwolle bent verhuisd. Ja. Maar ons hernieuwde contact vond plaats op Facebook toen jij een verhaaltje publiceerde zo'n 2 jaar geleden. Kort na het begin van de coronacrisis, zoals we dat dan maar zullen noemen. Waarin je zei, ik dacht dat we in een vrij land leefden. En dat sloeg aan bij mij, want dat dacht ik eigenlijk ook, maar we kregen eigenlijk allebei de ervaring dat er toch wel een beetje aan geknabbeld werd. Hoe ontstond zo die gedachte bij jou? Wanneer begon het jou op te vallen dat er iets meer aan de hand was dan wellicht alleen maar een pandemie? Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat was nog niet helemaal meteen het geval. Als ik nu terugkijk, dan... Toen dat allemaal begon, zo in maart 2020, toen zat ik ook elke avond voor de buis naar die cijfers te kijken en zo. Hoe gaat het op de IC? Ja. En toen had ik ook wel even het idee van, nou, laten we maar even allemaal thuis gaan zitten en zo. Dan gaan we met z'n allen gaan we die cijfers naar beneden halen. Dus ik heb daar heel even, zoals ik dat nu zie, heb ik in dat script gezeten. Ja. Zeg maar, in dat verhaal. Een aantal weken. En we gingen toen in zo'n lockdown. Hè. Inmiddels is dat een bekend begrip geworden. Ja. Maar dat werd verlengd toen. Inmiddels weten we dat die dingen, die worden eigenlijk altijd verlengd. En die eerste keer vond ik dat ook nog wel logisch of zo. Dus ik zat daar helemaal in. En toen stuurde iemand mij eens een video van een... Van iemand die een beetje een analyse losliet op de situatie. En die concludeerde eigenlijk heel duidelijk. We worden veel banger gemaakt dan het nodig is. En dat is me sindsdien heel erg opgevallen. Ja. Dus er wordt veel meer angst op ons gelegd dan eigenlijk nodig is als je echt naar dat coronavirus kijkt. En wat dat nou doet met ons. Die cijfers die we gehoord hebben aan het begin, de 3,4% sterfte en zoveel mensen zouden ziek worden. En... Ja, er was eerst sprake van dat er misschien wel miljoenen doden zouden vallen. Ja. In Engeland, in, ja. Ook in Nederland. En we zagen beelden van lijkkisten die met militaire wagens vervoerd werden. Terugkijkend zie je dat eigenlijk die hele periode heel erg gedomineerd wordt door modellen. Hè? Dus er wordt iets gezegd van dit gaat gebeuren, dit zou kunnen gaan gebeuren en daarom moeten we dit en dit en dit gaan doen. Ja. Maar op het moment dat je merkt dat je dus veel banger wordt gemaakt en je merkt dat dat ook bewust gebeurt, dat er echt technieken worden gebruikt, dat er heel erg bepaalde focus op wordt gelegd, veel banger dan nodig is, dan weet je eigenlijk... Er is iets aan de hand. Want dat merkte je, dat bewust gebeurde. Kon jij dat zien, onderkennen? Of hoorde je dat? Of... Nou, al heel snel, dat is eigenlijk het tweede. Al heel snel merkte je dat er dus heel veel censuur op kwam.
Dus iedereen die zei van wacht eens eventjes, als je nou eens goed kijkt naar, als ik kijk naar mezelf, een veertiger, weet je wel, hoe spannend is het nou allemaal, dat virus? Of mensen die kanttekeningen plaatsten of die ook nadachten. Je merkte heel snel dat er gecensureerd werd. En dat werd op zo'n schaal gedaan, zo hard. Zo gecontroleerd, zeg maar. Dus dat is eigenlijk het tweede. Je merkte dat de informatiestroom ontzettend gecontroleerd was. Dus je moest op een bepaalde manier ernaar kijken. En ook op een bepaalde manier daar dus over denken. Zodat je dus logisch vond dat we allemaal in een lockdown gingen. En, de tegenstem kwam niet aan het woord. De tegenstem kwam absoluut niet aan het woord. Dat merkte je heel snel. En dat is eigenlijk het tweede. Dus eerst merkte je, er wordt heel veel angst gezaaid. En het tweede is dat er een ontzettende controle op de informatie plaatsvindt. Ja, en dan weet je eigenlijk dat er iets niet klopt. Nee. Dat is eigenlijk gewoon duidelijk dan. Iets niet klopt. Dat er iets niet klopt, ja. En wat dat iets dan is, dat is dan de tweede vraag. Ja. Maar je weet dat er bepaalde doelstellingen zijn die niet worden uitgesproken. En in plaats daarvan is er een soort rookgordijn van een virus, een script. En in dat script moeten we allemaal afstand houden, moeten we dit doen en moeten we dat allemaal heel logisch vinden. En dan komt natuurlijk de vraag op van, maar wat is dit? Ja, hoe komt dat? Wat is dit? Wie heeft daar belang bij om ons? Wie heeft hier belang bij? Ja. En dat soort vragen zijn gewoon stelselmatig weggehouden eigenlijk in de mainstream berichtgeving. En mensen die dat zich wel afvroegen, nou ja, je kent het wel, die kregen bepaalde namen en die werden gewoon afgeserveerd. Nou, wappies, hè, was je. En, ja. En dat vond ik echt ongekend, dat je dus een soort blok hebt, een soort machtsblok, waarbij overheid en ook die mainstream mediabedrijven met één stem spreken. En de meest logische vragen, dat heeft me zo verbijsterd aan het begin. Ja. De meest logische vragen die je zou kunnen stellen, die mocht even niet aan de orde komen. Dat presteerden ze toch om dat gewoon standaard niet te vragen. En de mensen die dat het wel vroegen, die werden echt in zo'n kamp geplaatst. Hè. Er zat zo'n kracht achter vanaf het begin. Het kwam zo georganiseerd over, zo gecontroleerd. En dan kom je er ook achter dat het inderdaad heel lang voorbereid is al. Er zijn heel veel simulaties al geweest. En dan kom je erachter welke partijen, zeg maar, daar steeds in zitten. Noem daar eens iets van. Want kijk, voorbereiding, ik heb dat ook gezien. Ze hebben bijvoorbeeld een simulatie over een pandemie gedaan. Vrij kort voordat de COVID-pandemie echt uitbrak. Ja. Oké, de brandweer oefent ook steeds. En dat betekent niet dat ze zelf de brand aansteken. Het is goed dat ze zich voorbereiden. Nee. Maar waardoor is dit anders? Of denk jij dat dit anders is? Ja, dat kijk, niemand uit die lagen of uit die groepen waarvan je op een gegeven moment denkt van, hè, volgens mij komt het daar vandaan. Niemand zal het je zo vertellen, zo van, hallo, ik ben dit en ik heb expres nu op een knop gedrukt en dit is een programma wat wij uitrollen. Dus je moet dat eigenlijk wat bij elkaar rapen. Maar het begint wel op te vallen dat die scripts die zijn gemaakt, dat die dus helemaal op worden gevolgd, zou ik zeggen. Terwijl er dingen in staan die nog nooit eerder zijn uitgeprobeerd. En je ziet ook dat die partijen, dat Event 201 waar jij aan refereert in oktober volgens mij 2019, dat was een van de laatste grote simulatie. Ja. Daar zit dan het World Economic Forum aan tafel en daar zit die Bill en Melinda Gates Foundation. En je ziet dat daar partijen aan tafel zitten die heel erg naar voren eigenlijk zijn getreden. Voor wie dat wil zien misschien, maar ik denk, als je naar de afgelopen 2 jaar kijkt, dat het een hele unieke kans is geweest
om dingen te leren over hoe de wereld eigenlijk in elkaar zit. En dat is niet heel erg leuk. En achteraf gezien wist ik bepaalde dingen ook wel. Ik wist dat bijvoorbeeld geheime genootschappen een veel grotere rol hebben in de wereld dan je ziet. Hè? Ja. Die blijven natuurlijk. Maar de afgelopen 2 jaar is dat wat meer open komen te liggen. Ik heb het idee dat ze ook wat haast hebben gekregen of zo. Want ze hebben zoveel geprobeerd te doen in 2 jaar tijd. Ja. En geheime genootschappen, over wat voor soort genootschappen heb je het dan? Ja, de Freemasons, de Skull and Bones, de Jezuïetenorde. Ik denk dat de vrijmetselarij de grootste is, maar er zijn wel wat meer van die groepen. Er zijn van die families die steeds terugkomen. Die gewoon ongelooflijk veel macht hebben. Er zijn eigenlijk... er is zo'n ontzettende concentratie van macht geweest. En dat is een beetje in het verborgene gebeurd. Maar nu hebben we kunnen zien dat gebeurd is. En dat er zijn gewoon een paar investeringsmaatschappijen die bijna alles bezitten. Er zijn een paar families, een paar namen. En zo'n World Economic Forum merk je gewoon dat... vroeger dacht je, ja, je wist dat het er was of zo. En nu weet je van, eigenlijk wordt daar bepaald wat hier gebeurt. Zij bepalen de grote thema's. Zij zetten hun lijntjes uit en je ziet dat heel veel leiders en heel veel bedrijven, die komen daar samen. En die, maar weet je, dat zeg je, zijn bepalende thema's, maar... Ik heb een interview gezien met Gert-Jan Segers. Die zegt, nou, het is maar een praatclubje. En wij in de Kamer bepalen de thema's. Hier wordt er gestemd. En ik weet eigenlijk helemaal niet zo goed wat daar gebeurt. Maar wij gaan erover. Wat denk je dan als je zoiets hoort? Ja, ik dacht vroeger ook dat de Tweede Kamer, dat daar allemaal dingen gebeurden. En dat daar werd beslist van, dit gaan we doen. En zulke uitspraken zijn moeilijk te begrijpen, zou ik maar zeggen. Naïef? Ja. En ook wel gevaarlijk naïef, denk ik. Ja. Want ik denk, als je kijkt van wie zit er allemaal in zo'n forum. En ook als je kijkt naar die voorzitter daarvan, hè, een nogal charismatisch figuur met dat inmiddels beruchte boek... The Great Reset. Vind je hem charismatisch trouwens? Ik vind het eigenlijk een beetje een... Hij kan mij niet opwinden hoor, die meneer Swaap. Nee, mij ook niet meer. Maar dat komt omdat ik denk van... volgens mij klopt er iets niet helemaal met jou. Maar ja. Hij heeft wel die invloed, dat zie je gewoon. Ja. Hij zegt gewoon van... we are infiltrated in almost every government in the world. Ja, zeker. Ja. En je merkt ook, die beginnen allemaal dezelfde slagzinnen te gebruiken, dezelfde bewoordingen. Maar bovendien, die hele globalistische agenda, waarbij eigenlijk de individuele staten worden verzwakt ten gunste van die kleine groep die steeds meer macht krijgt en steeds meer te zeggen. En dat heb ik heel duidelijk gezien de afgelopen 2 jaar. En ik denk ook dat is nog nooit zo bloot komen te liggen. Nee. Ja. Want je zegt, het was er eigenlijk altijd al. En je wist er wel iets van. Maar toch zijn je gedachten daarover veranderd, verscherpt, verdiept. Je hebt het beter gezien hoe het werkt ook. En wat je ook zei aan het begin. Hè, ik dacht dat ik in een vrij land leefde. En dat was tot op zekere hoogte denk ik ook wel zo. En nu zie je dus dat... heel makkelijk kan gewoon de grondwet aan de kant geschoven worden. Als de World Health Organization zegt, dit is een noodtoestand, een crisis, crisis, dan kan zonder, ik heb met open mond naar staan kijken, joh, dat kan gewoon aan de kant. En dan kun je dat ook weer, die World Health Organization, dan kun je weer terug zien, die heeft dus ook voorhand allemaal afspraken al gemaakt met overheden. Contracten, De International Health Regulation en
Die hebben al vol contracten met de farmaceuten, die eigenlijk het hele spel dan verder mogen spelen met ons. En dat is zomaar, dat gebeurt zomaar. Hey, en waar gaat het ze nou om? Om geld, om macht, om... Want het zijn, jij zegt, er zitten een aantal instanties, vrijmetselarij, een aantal bekende families, farmaceuten, hoor ik je noemen, World Economic Forum. Waar zijn ze op uit? Als we over ze mogen spreken, hè? Stel dat dat, want zodra je zegt ze, dan praat je toch over een soort complotachtig iets. Ja, ja, en je weet niet wie het allemaal zijn. Sommige gezichten heb je gezien en sommige groepen zijn gewoon heel prominent al een hele tijd al bezig. Hè. Die hebben al die globalistische organen opgericht. Die hebben de Verenigde Naties opgericht en de IMF en de World Bank. En je ziet dat ze dat, zeg maar, een beetje op de achtergrond. En nu ligt daar de macht. Ja, en wat willen ze? Dat is een goede vraag. Ik denk dat er heel veel terug te voeren is tot macht. En de Bijbel zegt dat geldzucht is de wortel. De wortel van alle kwaad is. En als je kijkt naar de rol bijvoorbeeld van die farmaceuten, ook hoe ze heel actief hebben tegengewerkt dat er gewoon goede behandelmethodes kwamen en zo. En daar zie ik dat heel sterk, dat het is het component van geldzucht. Ja, macht. Ik vraag me ook wel eens af, wat willen die mensen nou? Waarom wil je zoveel macht hebben? Waarom wil je de controle over alle grondstoffen hebben? En geld ook, weet je, dat hebben ze toch eigenlijk ook wel genoemd. Ja, ja. Op een gegeven moment heb je een huis met 3 jacuzzi's en 2 grote jachten. Ja. Waarom wil je dan? Waarom wil je al die MKB, waar wil je die bedrijven ook nog stuk hebben? Ja. Zodat jouw Amazons en weet ik wat, dat die nog meer. En ik denk dat je daar niet helemaal uitkomt. Op dat vlak, dat het alleen maar macht en geld is. En ik denk dat er toch iets groters speelt. En als christen ben je daar bewust van. Een geestelijke component. Er is een geestelijke component, er is een duivel die heel actief probeert te misleiden. En ik zie, zoals ik het nu zie, denk ik dat hij een... dat hij het voor elkaar heeft gekregen, om het maar zo te zeggen. Dat er eigenlijk een ontzettende concentratie van macht is in een klein groepje die hij heel erg beheerst. Want als je wat dieper in die genootschappen gaat en die hogere lagen, die zijn heel erg ook esoterisch en spiritueel geladen. Dat zijn echt Lucifer-aanbidders, voor zover je dat kunt... En wat is het belang van de duivel? Misschien is dat de vraag. Wat is zijn spel? Dat is een hele grote vraag, maar hij is in ieder geval erop uit om datgene wat goed was, om Gods schepping te slopen en om mensen zoveel mogelijk in de tank te krijgen. Op zo'n manier, kijk... We hebben nu ook gezien hoeveel controle er van het een op het andere moment kan zijn op het menselijke handelen. Mm-hmm. Van het afstand houden tot aan die QR-code, ja? Zou ik maar zeggen. Ja, en avondklokken binnen blijven, ja. Niet meer naar buiten mogen, maar 2 mensen thuis, ja, mogen ontvangen. Als je terugkijkt naar al die maatregelen, is het eigenlijk absurd wat er allemaal ineens niet mocht. Ja, precies, ja. Dus die druk op de persoonlijke vrijheid... het is net alsof we daar nu een soort van test voor hebben gehad. En dat is nu weer een beetje... Het is over nu, hè, toch? Nou ja, het verhaal, dat brokkelde zodanig af. Dus die pas die is er eventjes uit. Totdat hij weer, weet ik veel, totdat er weer een nieuwe... ja, goed. Het is nog niet over, denk je. Je merkt heel erg dat die controle op de persoonlijke bewegingsvrijheid, dat is een heel belangrijk onderdeel van dit nieuwe normaal geweest.
En ik denk dat de duivel daar een bepaald belang mee heeft. Dat hij een systeem kan opzetten waarbij hij mensen kan dwingen tot... Ja, en dat is natuurlijk van wat wil die precies met ons? Het is een stukje depersonificatie ook, hè? Je wordt eigenlijk een minder vrij mens, ja. Minder... Het komt zomaar bij me op, hoor, maar ik zou zeggen, je wordt minder beeld van God. Ja. En misschien is dat ook wel waar hij dan op uit is, om mensen te depersonificeren. In feite hoor je dat ook een beetje van die mensen die het hebben over die SDG's, die toekomstbeelden, ja, van, ja, de VEF. Dat ze zeggen, ja, we gaan naar een transhumane mens toe. En ik heb Swaap letterlijk horen zeggen, we are going to do it better than God. He, zegt hij dus, ja, we worden dadelijk, we kunnen meer, ja, we hebben het in de tang. Ik denk dat heel veel mensen er nog niet echt een beeld van hebben hoe ontzettend ver dit gaat. Die Great Reset en die push ernaartoe, dat gaat gewoon door nu. Hoe ver die doelen gaan. Als zij bijvoorbeeld zeggen van, ja, dat het persoonlijke bezit, dat gaan we afschaffen. Je ziet gewoon hoe de hele wereld wordt geduwd, armoede, toenemende lasten, en totdat... Hoge inflatie. Hoge inflatie. En met de afgelopen 2 jaar, en met wat we hebben kunnen leren, weet je dat dit allemaal bewust is. Het wordt gepusht, het wordt gedrukt, totdat die reset die zij willen voor elkaar is. En als dat zo is... Als het dus, weet je, als er een digitale munt komt, al die dingen die ze willen, en met een basisinkomen, en dat mensen dus helemaal aan de leiband lopen, omdat ze helemaal afhankelijk zijn geworden van de banken en van wie het geld beheert enzovoort. Wie betaalt, bepaalt. Ja. Dus dat, ja, zal dadelijk ook zo zijn. Dan is die oorspronkelijke vrijheid die God ons heeft gegeven, om vrij om te kunnen gaan met andere mensen, om zelf te kunnen bepalen hoe je omgaat met situaties en zo, die zal dan zodanig in het gedrang zijn gekomen dat, ja, dat is eigenlijk een wereld waarin de duivel zijn stempel gaat drukken en mensen helemaal een soort van klem zet. En waar hij dat voor gaat. We weten vanuit de Bijbel dat daar wordt gesproken in termen als een merkteken. En dat heeft denk ik met gehoorzaamheid te maken. En met bepaald gedrag wat afgedwongen wordt. Wat tegenover de wet van God wordt geplaatst en het woord van God. Dus de duivel is niet degene die ik toevertrouw met... Nee, die vertrouwen we niet. Nee. Sowieso de personificatie van het kwaad. Ja. De heleboel mensen geloven natuurlijk niet meer in de duivel. Dat is, denk ik, mijn vader zei altijd van, dat is zijn belangrijkste doel. Als mensen niet meer in hem geloven, dan krijgt hij alle, ja, kans. Maar dat zie je nu ook met al die dingen die eigenlijk heel openlijk de wereld ingebracht worden. Al die resetdoelen en zo. En die social development, wat is het, sustainable development goals en zo. En, ja. Maar er zit ook hele goede tussen, toch? Ik bedoel, het uitbannen van de armoede. Iedereen toegang tot school. Iedereen toegang tot gezondheidszorg. Dat is toch allemaal prachtig? Dat is prachtig, ja. En ik denk, als de afgelopen 2 jaar niet tussen hadden gezeten, dan zou je nog makkelijk kunnen denken van, jongen, wat fantastisch, die Verenigde Naties. Hè? Wat hebben we daar een boel... Maar nu... kan ik in ieder geval zeggen dat ik de intentie heb gezien... En de onmenselijkheid van het nieuwe normaal. Ik vond het echt verschrikkelijk de afgelopen 2 jaar. Echt verschrikkelijk. Ook hoe er gespeeld is met ons. Hoe er gespeeld is met groepsdruk en met tegen elkaar. En eigenlijk alle gezonde verstand, alle hoor en wederhoor. Ja, daar kunnen we heel lang over praten. Maar hoe ze dus gespeeld hebben met ons... nu weet je eigenlijk hoe die macht echt is. Wat daar echt voor geest achter zit. Ja. Het is verschrikkelijk. En die geest, dat is de geest van de duivel.
Dat is uiteindelijk denk ik de duivel. Niet iedereen zal die dimensie kennen. Sommigen die zitten er denk ik in omdat ze het echt geloven. Of sommigen zitten erin omdat ze heel veel geld kunnen verdienen. Of, maar ja, als ik het heb over de geest erachter, dan is dat meer dan alleen maar de manier van denken of zo. Ja. Maar David-Jan, nou, er kijken ook christenen naar deze podcast of naar deze uitzending. En wij kennen sowieso natuurlijk een heleboel mensen die christen zijn, die ook in dit verhaal gewoon meegaan, omdat ze het een betrouwbaar verhaal vinden. Ja. Politici die ook zeggen van, we moeten vooral die noodwet handhaven en we moeten vooral de kans krijgen om mensen te beschermen tegen alle kwade invloeden. Ja. Zijn die bewust verkeerd bezig? Zijn die naïef? Zijn die gevaarlijk naïef? Zijn die... Hoe komt het dat christenen daar anders over denken? Ja, dat is altijd lastig, dan moet je eigenlijk zo'n christen bij je halen. Ja. Maar, heb jij daar een idee van? Ja, nou ja, een idee wel, maar ik weet niet of ik het antwoord kan vinden, want dat is iets heel aparts, iets heel verbazingwekkends. Ik denk wel dat je in deze tijd heel erg er baat bij hebt als christen en als mens, dat je zelfstandig kunt nadenken over dingen. En dat je ook met een beetje historisch besef kunt zien dat op het moment dat er heel veel gecensureerd wordt en dat er heel veel angst wordt gebruikt, dan zou je eigenlijk moeten weten, we worden een bepaalde kant op geduwd. Dan moet je waakzaam worden. Maar in het begin is dat zo groot neergezet allemaal. Het is zo goed voorbereid. En de mediastations, dat is ook één ding wat ik geleerd heb. Die zijn gewoon in handen van een heel klein groepje. Ja. En die zijn allemaal hetzelfde uit. Ja. Maar het is zo ontzettend groot. Het is moeilijk om te zien, zeg maar. Dus als het niet lukt om zelfstandig... ik wil niet zeggen dat al die mensen niet zelfstandig kunnen denken, maar als ik naar mezelf kijk, dat je dus denkt van wacht eventjes, hè, wat ik zei, je wordt banger gemaakt dan nodig. Maar ik vind het heel, heel lastig, van wat zou ik nou willen zeggen tegen al die, we hebben allemaal die discussies gehad, heel moeilijk. Moeilijke dingen zijn er gebeurd in relaties. En in kerk ook, die zijn uit elkaar gescheurd. Ja. En die kracht, die voelde ik vanaf het begin erin zitten bij het nieuwe normaal. Hier zit een soort kracht die alles en iedereen uit elkaar kan drijven. En dat is natuurlijk al iets waarvan je zegt, ja, dat is natuurlijk van wat de duivel gebruikt. Maar wat moet je nou zeggen? Wat zeg jij nu? Heb je nog wel eens dat soort gesprekken? Of heb je het gevoel dat iedereen eigenlijk in een soort kamp zit en daar niet meer uit wil? Dat kampidee heb ik zeker. Ja, weet je, ik preek natuurlijk nog elke week en daar hou mijn bijbelstudies door de week. We hebben een bijbel op tafel liggen. Ik geloof zelf dat het enige wat ons echt wakker kan maken is de bijbel. En nou zijn we... Dat is een beetje het lastige, we zijn het ook niet altijd over alles wat in de Bijbel staat eens. De ene roept van, nou, dit is het tijdperk van de antichrist. De ander zegt, nee, dat kan al wel 1000 jaar duren. Jij hebt een boekje geschreven over het raadsel van de antichrist. Ja. Dus je zou er heel veel over moeten weten, ik heb het gelezen. Maar we zijn daar niet één in, maar mijn antwoord is altijd wel... Ik heb zelf bijvoorbeeld afgelopen zondag gesproken over... Elia die door Achab gezocht wordt en die denkt dat hij alleen is overgebleven. En dan ontmoet hij Obadja die zegt, nou, ik heb nog 100 profeten verstopt. Dus dan denkt hij inmiddels dat er toch wel 100 zijn. Dan gaat hij het gevecht aan met de kwade machten, met de Baal-profeten. Maar uiteindelijk roept hij dan weer, ik ben nog maar alleen. En dan zegt God toch, nee, er zijn er nog 7000 in dit land. Ja. En weet je, door dat soort woorden hoop ik ook christenen te laten zien dat ze de meerderheid in het kwade niet moeten volgen. Dat ze hun ogen open moeten houden. Dat ze naar Gods woord moeten luisteren. Dat we, hè, laat ik mezelf vooral bij insluiten. Want ook ik kan misleid worden in dingen of dingen verkeerd zien.
Ja. Dus dat is mijn manier. Ja, en dat is denk ik een hele goede manier. In de Bijbel zijn het vaak toch ook nog maar kleine groepen. Hè? Soms zijn het maar eenlingen. Soms er zijn situaties dat alle profeten die roepen van dit is geweldig wat jullie gaan doen. En dat er nog één profeet over is die zegt van dit gaat niet goed. Dat is af en toe een verbijsterend iets, hè? Dat een misleiding zo ontzettend groot kan zijn. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat als je probeert om ermee te rekenen dat er iets groters is in de wereld. En de Bijbel die heeft het daarover, die heeft die profetie en die kent die strijd tussen de machten. Dat het het wel makkelijker maakt om het te doorzien. Het is heel groot. Overal in de wereld hebben allerlei partijen eraan meegewerkt. Het is bijna, je zit erin of zo. Hè? Ik denk dat voor veel, we hadden een gesprekje natuurlijk voordat we hier aan tafel gingen. En toen hebben we het gehad ook over die psychologische kant van dat je in een soort hypnose terecht kunt komen. Ja, we hebben dit allemaal eigenlijk nog nooit zo meegemaakt. Nee. En je merkt dat mensen die dus daarin zitten, die dus heel erg gevoed zijn door die beelden en door die initiële shock aan het begin. En toen in dat verhaal terecht zijn gekomen, die komen er heel moeilijk uit, zeg maar. En dat is best spannend. Want ja, als het één keer gelukt is, zo'n truc om, om de hele wereldbevolking thuis te zetten en enorm op schulden te jagen. En helemaal iedereen wordt ongelukkig. En prikken te laten nemen. Nou, dat hebben we het nog niet eens gehad over de rol van die farmaceuten, ja. en die vaccins. Want dat is ook een heel duister stuk, wat mij betreft. Nou ja, wat ik in ieder geval duister aan vind, is dat er nauwelijks gesproken mag worden over alle bijwerkingen en zelfs doden die er ook volgens het LAREP gewoon vallen. Een stand, zo'n fiets met die kinderen erin, als die vreselijk maar onder de trein komt en dan worden alle stands uit de roulatie gehaald en mogen een jaar niet gebruikt worden. Maar hier zijn zo enorm veel bijwerkingen dat je zou zeggen, stop met die prikken. Ja. Maar ik zie, ja, zoals ik het zie, als ik het gewoon open mag zeggen, denk ik dat de duivel heel handig gebruik maakt van de menselijke zorg om zijn eigen gezondheid. En die farmaceutische bedrijven en samen met, dat was ook zo wonderlijk, al die geheime deals die meteen gemaakt werden en zo. En overheden die onder één hoedje en die media die dat allemaal afdekken. En die hebben fantastisch goed ingespeeld. Op, hè, we moeten elkaar beschermen en zo, en de zorg. Samen, we doen het samen. En in die mindset, we doen het samen, alsof je met z'n allen een soort op de bres, weet je wel, één grote beweging. Op de een of andere manier is dat gelukt om dat te verkopen als zorgzaamheid. Ik zei al, ze hebben heel actief geneesmiddelen, behandelmethoden van de markt gehaald. Hun rol, zou ik maar zeggen. Dan kwamen ze met die fantastische vaccins. Van tevoren is er echt voor gewaarschuwd. Maar ja, die mensen zijn natuurlijk ook onder het tapijt geschoven. En je ziet gewoon dat het is gewoon niet eerlijk meer. De berichtgeving is al sinds het nieuwe normaal gewoon niet eerlijk meer. Nee. En ik vind het heel moeilijk om in zo'n wereld te leven, moet ik zeggen. Heel pijnlijk, heel ontnuchterend. Tenzij bijvoorbeeld die mediabedrijven zich zouden bekeren, tenzij ze echt, weet je wel, met terugwerkende kracht van wat hebben we nou eigenlijk gedaan, weet je wel? Ja.
Ik weet niet, wat moeten we met z'n allen nog, weet je? Ja. Je bent zo vatbaar voor het volgende. Ja, wat moeten we met z'n allen? Ten eerste is er een soort ontwaken natuurlijk, denk ik. Ik bedoel, ja, het is een beetje flauw om te zeggen dat wij wakker zijn en de rest niet. Maar je moet het toch gaan durven zien. Ja. Ik denk dat de Bijbel daarbij kan helpen. Maar goed, eerlijk, ik moet heel eerlijk zijn dat er ook een heleboel mensen zijn die niet de Bijbel lezen en die ook ontwaakt zijn. Ja. Ja. Zie je daar wel, dat zie je wel heel dikwijls in wat spirituelere kringen, als ik dat mag zeggen. De New Age bewegingen en allerlei spirituele kringen, die zien ook van, hey, hier klopt iets niet. Maar ook zij vallen weer in een valkuil van de duivel natuurlijk, want zij geloven heel vaak dat een soort ontwaken plaatsvindt. Ja. Wat gewoon gebeurt en op een gegeven moment zijn er, als er maar genoeg kritische massa, genoeg mensen zijn ontwaakt. Ja. En dat is ook niet het spoor, zeg maar. En ik denk als ik alles in ogenschouw neem, hoe het er eigenlijk voor staat met de wereld, waar de macht eigenlijk ligt, waar de mensen toe in staat zijn, zeg maar, die macht hebben, wat je gewoon hebt gezien, hoe ze ons hebben onderdrukt en tegen elkaar uitgespeeld. Hoe weinig je daartegen kunt doen, hoe weinig oppositie er is, hoe weinig de macht gecontroleerd wordt. Daar zouden we ook nog heel lang over kunnen praten, maar als je echt goed beseft, ja, dan zijn we eigenlijk verloren. Maar oppositie wordt gedemoniseerd, hè? Ja, en dat gebeurt zo makkelijk en je ziet gewoon de mensen die de wereld sturen via de World Health Organization en via die denktanks en zo, die hebben zoveel macht over de informatiestromen. Dus dus een van de dingen die het met mij heeft gedaan is, ik zie toch wel nog wel wat meer uit naar de nieuwe wereld. En ik zie nog sterker in hoe slecht deze wereld, hoe slecht we ervoor staan. Je had er ook een stukje uit de Bijbel over gezien, in Zacharia. Ja. Vertelde je voordat we begonnen te praten. Ja. Kunnen we dat eens opzoeken? Ja, kunnen we even opzoeken. Ja, Zacharia hoofdstuk 5. Een tijdje terug zat ik zo vol, Simon, dat zul je wel eens herkennen, hè, dat je zoveel informatie tot je... Ik heb nog nooit zoveel interviews en zoveel dingen gelezen en zo. En ik zat aan het zoeken van, hoe kan ik dit nou samenvatten? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En ik kwam bij een beeld in het boek Zacharia. Zacharia is een profeet die ver voor Christus leefde. Dus al heel lang geleden opgeschreven. Ja. En die dingen in de verre toekomst ook zag. Ja. En het is niet zo dat ik het uitleg op deze manier. Ik zeg niet van dit visioen gaat over dit, maar het is een beeld wat mij helpt om het te vatten. Okay. Vertel ons. Vanaf het begin? Of? Zacharia 5 en dan zit ik bij vers 5 te lezen. Mm-hmm. En de engel die met mij sprak, trad naar voren en zei tegen mij, sla toch uw oog op en zie wat daar tevoorschijn komt. Ik zei, wat is dat? Hij zei, dat is een eva, een korenmaat die tevoorschijn komt. En in vers 5, en zie een loden deksel werd opgelicht. Vers 7. Is dat? Ja, vers 7. En er was een vrouw die midden in de eva zat. En hij zei, dit is vrouwen goddeloosheid. Hij wierp haar terug midden in de eva en hij wierp het loden gewicht op de openingen van. En dan wordt die mand weggebracht en die wordt naar de vlakte van Sinaar gebracht. Dus dat is het rijk van Babylon. Ja. Dus er is een mand met een zwaar deksel erop. En dat deksel wordt er even gelicht. En Zacharia mag even daarin kijken. En die ziet daar vrouwen goddeloosheid zitten. En ik denk dat God het heeft toegestaan dat wij 2 jaar lang in de mand konden kijken. De mand van de macht. Dingen die er al waren en die sommige mensen ook al hadden ontdekt. Maar ik denk omdat die macht gewoon een haast heeft gekregen, of die wilde gewoon even doordouwen, want het duurt allemaal zo lang.
is het zo open komen te liggen alsof je in de mand kijkt en ziet hoe het allemaal werkt. Hoe de rechtspraak bijvoorbeeld werkt. Ja. De rechtspraak. Ik heb een heel aantal van die rechtszaken gevolgd, vooral in het begin. En dan zit daar een landsadvocaat en die neuzelt een verhaal weg en krijgt gewoon altijd gelijk. De staat krijgt altijd gelijk. Het meest opvallend vind ik dat één keer had de viruswaarheid gewonnen. En er werd dus 's middags al een hoger beroep ingesteld waarbij de hele zaak weer teruggedraaid ja, is. Ja. Nog nooit vertoond in de rechtspraak. Ja, ja. Dus de rechtspraak controleert de macht dus niet, die beschermt de macht. Ja. De mainstream media controleert de macht niet, die beschermt de macht. Binnen de Tweede Kamer, weet je. Je hebt gewoon gezien datgene wat van hoger hand op wordt gelegd, dat gebeurt gewoon. Dat wordt gewoon uitgevoerd. En of die dat deksel, ja, ik heb het idee dat die er weer een beetje opgaat nu of zo. Ja. Dat het allemaal weer wat diffuser wordt en nu ook met die nieuwe crisissituatie. Maar 2 jaar lang is het voor mijn idee heel open geweest, heel duidelijk. En het is best wel shocking. Je wilt het eigenlijk niet weten dat die vrouwengoddeloosheid daarin zit. Nee. Maar God heeft het toegestaan. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar les uit te trekken. Ja. Dat je alert bent, dat je niet zomaar meer meegaat met het volgende verhaal. Nee. En dat je ook een hand uit kan steken naar al die mensen, wat jij al zei, buiten de kerk. Ja. Die ook in die mand hebben gekeken en die denken, wat is dit? En die hopen misschien dat het met een ontwaken of zo opgelost wordt. Of, maar die ook moeten weten dat er iets heel anders speelt. Dat er goddelijke en duivelse krachten ja, zijn. Er ja. is een geestelijke strijd aan. Ja, er is een geestelijke strijd. En uiteindelijk is het alleen Jezus die op persoonlijk niveau de verlossing kan brengen, maar die ook uiteindelijk dit rijk waar we nu in zitten eigenlijk omver gaat werpen. En dat, ik denk ook, gedacht heb vaak. Want de profetie die gaat erover, hè, dat laatste rijk, dat wordt aan de kant geveegd uiteindelijk door het rijk van God. Maar je ziet nu ook dat kan ook eigenlijk niet anders. Die maat van ongerechtigheid, die wordt zo hoog. Het wordt zo verpest op deze wereld. Ja. God moet gewoon ingrijpen. Het wordt hoogtijd. Een allergrootste reset. Ja, ja, op een gegeven moment kan hij het denk ik niet meer laten lopen, zeg maar. Ook al wil hij iedereen een kans geven om vrij te kunnen kiezen. En dat op een gegeven moment komen we echt in dat finale stuk terecht. Van Openbaring 13 en zo. En dan verwijst dit in feite ook. Die vrouw die wordt naar Sinjar gebracht. Dat is Babylon, Babel. In feite. Ja. Ja. Ja, bedoel, het gaat in deze wereld denk ik altijd om Babylon en er is een strijd tussen twee steden, Jeruzalem en Babylon. Ja. En dat Babylon in het boek Openbaring wordt hier best wel prominent naar voren gehaald. En een van de grootste kenmerken vind ik daarin, in dat Rijk van Babylon, is dat zij één van zin zijn. Dus als je hoofdstuk 17 en 18 door zou lezen, dan eigenlijk zie je daar wat ik wat je ziet als je in die mand kijkt. Er is een soort geestelijke beweging, die hoer van Babylon, met haar dochters, met allerlei groepen die daarin meegaan. Ja. Dan heb je de koningen van de aarde, gesymboliseerd door 10 horens. En dan heb je ook nog de koopmannen. De grote big companies. Ja. En die allemaal samen zitten in dat laatste rijk van Babylon. Ja. Volle oorlogssterkte. En als je dat eenmaal gezien hebt, dan weet je ook van, je kunt eigenlijk ook niks meer tegen beginnen. Wij niet, nee. Maar, daarom moeten we naar boven kijken. Ja. Ja. Nou, dat moeten we ook zeker. Ik zocht nog even, want ik heb... maar nou ben ik even de precieze tekst kwijt, maar er staat van Babylon van alles.
dat ze handelen in van alles, maar er staat ook ergens dat ze handelen in lichamen en zielen van mensen. Ja. Dat, ik ben even de dat is 18 vers 13. 18 vers 13. Ja. Ja, lichamen en zielen van mens. Ja. Dat vond ik zo typerend, hè? Want dat is natuurlijk eigenlijk wat nu aan de orde begint te komen. Ze willen, Babylon wil, laten we het maar even depersonificeren, maar Babylon wil onze ziel, onze lichamen, ja. Willen een totaal controle, een totaal bezit. Heel letterlijk, ja. Ja. Om nog maar te zwijgen over de sekshandel en de dingen die wat dat betreft aan het licht zijn gekomen de afgelopen maar dat klopt, ja. Het gaat heel ver nu, toegang tot ons lichaam. Babylon. Nou, Babylon. Ik vond het eigenlijk wel mooi wat je er net zei. De enige die daar nog iets aan kan doen, dat is Jezus Christus zelf. Ja. Ik had laatst ook een gesprek met iemand die zei, ja, een nog niet zo heel erg gelovig iemand. Maar die wel er zijn wel heel veel mensen die nadenken over geestelijke aspecten in deze tijd. Die zei, ik weet niet hoe dit nog opgelost moet worden. Nee. Waar gaat dit heen? Het kan ook eigenlijk niet meer. Wat moet ik met mijn kinderen, mijn kleinkinderen, in wat voor wereld gaan ze leven? Ja. En ik zeg, ja, ik geloof dus dat uiteindelijk Jezus Christus daadwerkelijk terug gaat komen op deze aarde en orde op zaken gaat stellen. Ja. Even hoe je heel het eindtijd gebeuren dan ook in elkaar ziet zitten, daar verschillen heel veel mensen van mening over, maar uiteindelijk is hij het die de oplossing gaat geven. Ja, dat klopt. Dat is heel hoopvol, toch? Dat is hoopvol. Het is ook wel moeilijk of zo, want je wilt eigenlijk gewoon in deze wereld, waar je toch wat thuis voelt, wil je je gewoon vrij kunnen voelen naar de toekomst toe. Ja. En dat voel ik nou niet meer. Nee. Kan je je nog een beetje verliezen in piano spelen, dat je dan af en toe helemaal van de wereld bent? Ja, nou kijk, ik ben blij met mijn lessen, met gewoon bezig zijn en zo. Dat is ook goed. Ja. Goed. Ja, balans, hè, dat zul je ook wel kennen. Ja. Je balans houden. Ja. Dat is er niet makkelijker op geworden, maar... ik heb laatst dat boek gelezen van Thierry Baudet. Als ik dat nog even mag noemen. Zeker, hier mag alles. Ik was wel benieuwd naar zijn boek. Het coronabedrog. Het coronabedrog. En wat mij heel erg raakt is dat aan het einde van het boek alles op een rijtje zet. Is eigenlijk heel erg somber. Hij heeft ook zoiets van, ja, ik weet niet, dit kan waarschijnlijk niet meer gestopt worden, die reset. En die totale slavernij waar we in terechtkomen. Ja. Maar dan heb ik heb in ieder geval gedaan wat ik kon. Ik heb het aan het papier toevertrouwd, maar eigenlijk heel somber. Ja. En dat is denk ik ook terecht als je heel eerlijk bent. En dus God staat dit ook toe dat we dit allemaal zien, denk ik. Zodat we echt snappen dat alleen Jezus, hè, als deze dingen beginnen te gebeuren, hef je hoofd omhoog. Het is de tijd voor ons om geloof te oefenen. En om Jezus te preken. En om zolang er nog tijd is in de wereld. Want de verlossing genaakt staat er dan. Want de verlossing is nabij, ja. Maar die is dichtbij. Ja, ja. Ik denk dat we daarmee moeten stoppen. Ja. Want dan zijn we heel hoopvol gestopt. Ja. En dan hebben we er vanaf het begin gezien dat er een langzaam ontwaken was. In ieder geval bij jou bij een stukje coronabedrog wat er was. Dat je ziet dat iedereen samen begint te werken op alle gebieden, de farmaceutische industrieën, misschien geheime genootschappen. En dat mensen al dan niet gewild of bewust in een massahypnose terecht zijn gekomen. Ja. Waar we dan nu misschien even uit losgelaten zijn, maar ja, de instrumenten liggen klaar om opnieuw gebruikt te worden. Dat kan ook zomaar. Zeker. Het is niet zomaar een wereldse, een aardse strijd, maar er speelt echt een geestelijke strijd achter. Waarbij we in ieder geval kunnen besluiten dat die strijd in principe natuurlijk al gewonnen is. Hè. Jezus Christus heeft al geroepen, het is volbracht. Ja. Op Golgotha is het al gewonnen. Ja. Maar de finale eindslag gaat hij nog maken. En hij gaat recht en gerechtigheid terugbrengen op deze aarde. Ja.
Ja. We zullen weer vrolijke kinderen kunnen zien die kunnen veilig kunnen spelen op de straat. Ja, ja. Of er een piano zal zijn, weet ik dan niet. Misschien ook wel, toch? Hoop ik eigenlijk wel dat we muziek kunnen maken. Ja, ja, ja. Dank u wel allemaal voor het kijken. Als u het fijn vindt om naar deze programma's te kijken, like eventjes of abonneer u. U kunt dat onder de YouTube-video doen. Even op het knopje abonneren drukken. U kunt ook uw e-mailadres invullen, dan wordt u op de hoogte gehouden als er weer nieuwe interviews zijn die er de komende tijd aan zullen gaan komen. En ik wens u allemaal het allerbeste toe. Wat dat is, dat hebt u in dit gesprek zeker kunnen horen.